Beste collega's, medebestuurders, wat is er dit jaar veel gebeurd in alle gemeenten in ons land. Er wordt nog steeds vanuit huis gewerkt. Gemeenteraden gingen videobellen, zodat de lokale democratie toch bleef functioneren. Want het cruciale werk van gemeenten gaat gewoon door. En ook nu zijn we op zoek naar betere manieren om wel te kunnen besluiten, maar op een manier waarbij iedereen zich prettig en veilig voelt. Misschien moeten we meer hybride vormen daarin gaan vinden. Hoe dan ook, we blijven met z'n allen waakzaam en werken nauw samen om mensen te ondersteunen die het nu extra zwaar hebben. Gemeenten zijn daarbij als eerste overheid extra zichtbaar. Maar we trekken samen op. We zijn één overheid, we trekken aan hetzelfde eind van het touw. Voor een open democratie met goed en betrouwbaar bestuur in een prettig, leefbaar land. Juist in tijden van corona. Besturen in crisistijd is heftig. Zeker als ook collega's en familieleden geraakt worden. We verloren bijvoorbeeld wethouder Hans Horlings uit Midden-Delfland aan het virus. En burgemeester Jacqueline Koops van Heerde heeft haar ambt moeten neerleggen vanwege de gevolgen van corona. En dat zijn heftige ervaringen. Maar dankzij ontzettend veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen van heel veel mensen bij de gemeente en ook de ondersteuning vanuit de VNG, hebben we het dit voorjaar gered. Wij hebben u daar vanuit Den Haag zoveel mogelijk bij ondersteund. Bijvoorbeeld via de spoedwet digitale besluitvorming. En ik weet dat u die graag structureel geregeld ziet in de gemeentewet. Dat snap ik en daar zijn we mee bezig. En ondertussen is corona er nog steeds. Er zijn nieuwe vragen. We maken ons zorgen over de besmettingscijfers. Maar we willen ook goed blijven besturen. En vanuit welke etage van het huis van Thorbecke doen we dat? Het antwoord daarop is niet altijd pasklaar. De wet tijdelijke maatregelen COVID-19 moet ons helpen om wendbaar en flexibel te zijn. En te werken als één overheid. Zoveel mogelijk sturing terug bij het lokale gezag en centraal bijsturen als de situatie erom vraagt. In die zin leren van corona voor het bestuur van de toekomst. Het pleidooi om de omgangsregels binnen het bestuur in een wet vast te leggen heb ik goed gehoord. En we gaan erover doorpraten. Want bestuur en democratie kunnen en moeten sterker uit de crisis komen. En gelukkig zien we dat innovaties op dat gebied de laatste tijd sneller gaan. Nieuwe instrumenten rond participatie en het uitdagerecht worden steeds meer gebruikt. En mocht u dat nog niet doen, dan hoop ik dat u in uw gemeente daar snel beleid voor maakt. Want dat geeft u richting en uw inwoners houvast en duidelijkheid. Voor mij is het cruciaal dat we jongeren hierin een belangrijke plek geven. Juist voor hen is het in coronatijd belangrijk om betrokken te zijn bij hun eigen omgeving. En ze vragen er ook steeds luider om. Velen van u merken dat ook. En ik zal de participatie van jongeren dus blijven stimuleren. Deze week zijn er bijvoorbeeld nieuwe bouwsteden gepresenteerd tijdens de Week van de Jongerenparticipatie. Bovendien komen er ook verkiezingen aan. Lokaal in Groningen, in Noord-Brabant en op Sint Eustatius. Maar daarna ook de Kamerverkiezingen. En dat wordt een flinke logistieke klus. Vinden we genoeg vrijwilligers en genoeg geschikte stemlokalen? Er is extra geld beschikbaar en er komt een wervingscampagne. En we gaan flexibiliteit en maatregelen regelen in de wet. Want betrouwbare en goede verkiezingen zijn juist nu zo belangrijk om onze democratie vol vertrouwen te laten functioneren. Als je al deze vraagstukken afloopt, besef je dat er voor bestuurlijke slagkracht ook financiële armslag nodig is. En daarover waren al voor corona zorgen. Het spant er nu echt om. En ik weet dat de twee coronasteunpakketten van in totaal ruim 1,5 miljard euro hard nodig waren. Zodat gemeentelijke taken en dienstverlening aan burgers en ondernemers op peil bleven. En om u in deze zware tijden nog iets meer stabiliteit en lucht te geven, is het accret bevroren en de oploop van de opschalingskorting geschrapt voor dit jaar en voor volgend jaar. En uiteraard doen we dat allemaal in nauw overleg met de VNG. Maar ik realiseer me ook dat we er daarmee nog niet zijn. U geeft zelf al aan dat er voor de lange termijn andere oplossingen nodig zijn om de gemeentefinanciën in rustiger vaarwater te brengen. Ook dat gesprek gaat door in coronatijd. Want het gaat nog te vaak alleen over het bekostigen van taken. En we zullen ook breder moeten kijken naar de rijkwijde van wetten en regels, naar beleidsvrijheden van overheden, naar passende instrumenten en naar effectief en efficiënt gemeentebeleid. En dat gesprek, en zeker ook de nuttige adviezen uit het rapport Als één overheid, samen de toekomst tegemoet, gaat ons helpen. We hebben dus veel te doen om er samen voor te zorgen dat mensen prettig kunnen leven in een fijne omgeving en met de juiste ondersteuning vanuit de overheid als dat nodig is. Dat betekent een veilige, publieke ruimte waarin iedereen zich prettig voelt. Maar het betekent ook dat we de vinger aan de pols houden in kwetsbare gebieden.
Ik heb goed geluisterd naar het pleidooi van 15 burgemeesters met groeiende zorgen over werkloosheid, armoede, schulden en leefbaarheid. Kwetsbare mensen worden nu extra geraakt. En we zijn al samen bezig om de lopende aanpak hiervan te versnellen en te intensiveren. Er is al extra geld voor de gemeente om mensen in de bijstand of in de schulden te begeleiden. En we gaan ermee door. En natuurlijk hebben we een grote bouwopgave. En die is in de coronatijd ook alleen maar urgenter geworden. De komende 10 jaar zijn er 845.000 huizen nodig. Ontwikkelaars en corporaties moeten dus kunnen blijven bouwen. Huur- en koopwoningen, zeker voor starters en kwetsbare groepen. En daarover blijf ik volop afspraken met u maken. En waar nodig zal ik ook meer regie daarop nemen. Maar wees niet bang dat ik alles overneem. De NOVI die geeft richting aan, die geeft de kaders aan. En waar ik processen kan helpen versnellen, kunt u op mij rekenen. En daarbij moet de omgevingswet ons ook gaan helpen. En ik realiseer me goed dat u ondertussen heel hard werkt om daar in alle gemeenten klaar voor te zijn. En ook dat kunnen we alleen samen. En ook daar kunt u dus op mij rekenen. Maar de urgentie wordt groter, want we staan voor een dubbele opgave. Nieuwbouw en tegelijkertijd ook de bestaande en groeiende leegstand in onze binnensteden benutten. Zo kunnen we samen een negatieve ontwikkeling ombuigen in een positieve. Beste collega's, het zijn geen gemakkelijke tijden. Maar we hebben met elkaar moeilijke crisismaanden doorstaan. Ons openbaar bestuur heeft zich van zijn meest flexibele en doortastende kant laten zien. En nu moeten we volhouden. Niet alleen vanwege het virus zelf, maar ook om samen perspectief voor de langere termijn te vinden en te bieden. Samen de schouders eronder om een gezonde, open democratie en een slagvaardig bestuur te hebben. Ik mag u daar, zeker tot maart, nog bij helpen. Maar ik zal in mijn rol ook iets van u blijven vragen. Want juist van de eerste overheid is een zichtbare, luisterende en responsieve houding echt cruciaal. En laten we elkaar daarin blijven vinden. Dank u wel.